Welkom bij de eerste van 8 afleveringen waarin Dai en ik jullie mee zullen nemen in een aantal fysieke en mentale uitdagingen van het Korps Commandotroepen. De trainingsmissie van deze week staat in het teken van de basiseisen. Het is aan jullie om te kijken of je geschikt bent om aan deze basiseisen te voldoen en daarmee te tonen dat je opleidbaar bent als commando. Iedereen wil commando zijn, maar of je echt commando wil worden, dat begint met deze eisen. Je zult jezelf af moeten vragen of je mentaal dusdanig in elkaar steekt dat je dit ook echt kunt. Je zult het niet moeten onderschatten. De fysieke basiseisen bestaan uit de volgende 4 onderdelen. Je moet 30 correcte push-ups uitvoeren. Je moet 40 correcte sit-ups uitvoeren. Je moet 6 pull-ups uitvoeren. En je zult binnen 12 minuten 2800 meter af moeten kunnen leggen. We laten je nu zien hoe je dit op een correcte wijze uitvoert. De push-up. Hiervan moeten er 30 correct uitgevoerd worden. De houding van Tim is: de armen zijn schouderbreedte. Zijn voeten zijn naast elkaar en zijn rug is recht. Je zag dat Tim doorzakt tot aan de grond en dan moet een vuist onderpassen. Dankjewel. De push-up. Het tweede onderdeel van de fysieke basiseisen is de sit-up. Tim laat zien hoe een correct uitgevoerde sit-up eruit ziet. De voeten mogen vastgehouden worden, zoals hier te zien is door Robin. Wat je ziet is dat Tim vanuit de positie op de grond, helemaal gebogen met de handen aan het hoofd, de ellebogen voorbij de knieën brengt en weer terug. Van de sit-up moeten er 40 correct uitgevoerd worden. Dankjewel. De derde oefening van de fysieke basiseisen is de pull-up. Van de pull-up moeten we 6 correcte uitvoeringen laten zien. Tim laat zien hoe dat eruit ziet. Vanuit een gestrekte positie met de handen in de bovengreep trekt Tim zichzelf op, waarbij de kin boven de rekstok uit moet komen. Dit doet hij 6 keer. Tim? Dan zijn we nu aangekomen bij het laatste onderdeel, de Cooper-test, de 12 minuten loop waarbinnen minimaal 2800 meter afgelegd moet worden. Tim gaat zometeen deze zogenaamde Cooper-test lopen. Het is de bedoeling dat je geen verkeer hindert en dat je vervolgens ook een obstakelvrij parcours aflegt. 2800 meter, dat betekent dat je een tempo hebt van 14 km per uur. Je zult moeten weten welk parcours je uiteindelijk uitstippelt, zodat je ook jezelf kunt temporiseren. Hoeveel heb ik al gehad en hoeveel moet ik uiteindelijk nog gaan doen? Tim loopt normaal gesproken 33 tot 3400 meter. Dat laat hij nu ook even zien. Tim, ben jij er klaar voor? Dan gaat hij nu in. We zitten nu 11:45. Ik schat in dat Tim zo de hoek om komt. Dit is een beetje de afstand die hij loopt. Oké, en 3, 2, 1, stop Tim! Oké, dat betekent dat Tim heeft bijna 3200 meter gelopen. 3800 meter is de eis. Het is pittig, maar het is te doen. De eis van 3800 meter bepaalt of je opleidbaar bent als commando. Of je fysiek belastbaar bent om het zware werk van een commando speciale operaties ook daadwerkelijk uit te kunnen voeren. Daarom doen we dit. Dit heeft verder geen functionele toepassing. Tim liep bijna 3200 meter. 3800 meter is echt het minimum. Haal je dat niet, hoef je niet in te schrijven. Als het goed is, weet je nu precies aan welke fysieke basiseisen je moet voldoen om te kunnen starten met de commandoopleiding. Op de website avrotros.nl/kampvankoningsbrugge helpen we jou om je op te werken om deze fysieke basiseisen daadwerkelijk te halen. De komende 8 weken vind je daar 8 afleveringen met trainingsvideo's die jou klaarmaken om aan de commandoopleiding deel te nemen. Volgende week zal in het teken staan van een aantal typische oefeningen uit de elementaire commandoopleiding. Dai zal jullie laten ervaren hoe dat is. En tot die tijd zeggen we altijd: laat je niet pakken.